Ja, want dat is vorig jaar dus gefilmd geweest. Van april tot eind mei. Dus 2 maanden dat ik niet naar school ben gegaan. En ik kwam dan 1 juni kwam ik terug op school. En een week later begon de eindexamens van mijn 6e middelbaar. Dus dat was iedereen en vooral Barbara dan toch bezorgd om dat ik dat wel tot een goed einde ging brengen. Dus. En als ik haar dan zag in de stad, dan bracht ik haar altijd even op de hoogte. Ja, maar best, maar ik heb dat goed gedaan. Maar ik zei het, ik heb rap moederlijke gevoelens. Ik moet daar natuurlijk heel hard mee opletten, met kinderen op de set en zo. Ik heb op een bepaald moment tijdens een tournage, ik weet niet, een aantal jaar terug, was ik zo bezig met die kindjes op de set, dat ik echt dacht, nee. Je hebt zelf een kind en al die energie spaart die op voor je kind als je hem ziet. Echt waar, dat is best zo verleidelijk. Om daar totaal in te verdwijnen. Het is natuurlijk ook nodig hoor, voor de convivialiteit van het gezinsportretje dat je moet maken. Maar dat is rap gebeurd. Dat is rap gebeurd. En ik denk dat Spencer perfect zijn plan kon trekken. En, ja. Ik deed mijn best. Terwijl ik sliep. En rusten. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.